Nu gaan we LibreOffice proberen te werken met formules. Hiervoor gebruik ik een nieuw leeg document, dus een nieuw tekstdocument. En hier ga ik een aantal formules proberen te typen. Je zou kunnen gaan proberen te werken met de gewone tekst 3x plus 2. Dat geeft een redelijk voldoende opmaak, maar dit is niet echt werken met formules binnen LibreOffice. Er bestaat een ingebouwde formule editor. Die ga ik je laten zien. Dus ik doe even de tekst terug weg. En we gaan eens kijken. Hij zit via invoegen, object hieronder verborgen bij formule. Je drukt erop en dan krijg je de formule editor. Als bij jou dit schermpje elementen er niet zou staan, dan ga je moeten kijken bij beeld, elementen en dan komt je elementen toolbar tevoorschijn. Je kan deze natuurlijk weer verplaatsen, zo ken je je writer ondertussen. Daarin zitten niet alleen binaire operatoren, maar ook relaties, verzamelingsbewerkingen, functies, operatoren, attributen, overige nog. Die gaan we zo dadelijk ook misschien heel eventjes, zoals oneindig, benadrukken. Haakjes, het gebruik van haakjes, maar wij gaan ze zoveel mogelijk zelf proberen te typen. En je ziet een stukje onder opmaak staan, waarin dat superscript staat, subscript enzovoort. Maar ook dat gaan we proberen zelf in te vullen. Wil je gedetailleerd gaan werken, dan gebruik je deze knopjes om je bewerking te gaan voltooien. Stel dat we een hele simpele opgave willen doen, 1 op 2 plus 2 op 3 bijvoorbeeld doen. Wat gaan we dan nodig hebben? We kiezen natuurlijk voor een binaire operator of een unaire operator. En je ziet hier staan een deling, de breukstreep. Dat is degene die we nodig hebben. Als je dat drukt, dan ga je hier vanonder je bewerking kunnen ingeven. Wat geeft hij nu weer? Een kadertje, breukstreep en een nieuw kadertje. Die kadertjes, dat zijn deze waarden. Het groter dan teken of het kleiner dan teken, het vraagteken en het groter dan teken. Dit kan je dus gebruiken om waarden in te vullen. Stel dat ik dus heel eenvoudig zeg, ik wil 1 over 2. Ah, ik ga je ook laten zien, je kan hier een dubbel klikken, 1 over 2. Dan gaat hij alles laten zien. En ook hier zou ik dat helemaal kunnen vervangen, 1 over 2. Heel erg simpel om te doen. Heel erg eenvoudig om uit te voeren. Als je dit al voldoende vindt, dan klik je gewoon langs je vergelijking. En je ziet vanaf nu ga ik dit in mijn document kunnen gaan gebruiken. Je ziet dat het groene haakjes zijn, maar je kan ze niet vergroten of verkleinen. De tekst aanpassen, dat gaan we zo dadelijk ook nog wel even zien. Wil je opnieuw de vergelijking aanpassen? Heel eenvoudig, je kan dubbelklikken en dan ben je terug in de vergelijkings- of de formule-editor. Dus 1 over 2 hebben we al eens gedaan. Als we daar nu nog gaan bijtypen, plus 2 over 3, dan ga je zien, dit is de opmaak die we dan tevoorschijn krijgen. Willen we een nieuwe opgave aanmaken? Stel dat dit al prima is. Je zou kunnen zeggen, nu wil ik mijn opgave wat uitbreiden. Je kan dit kopiëren, dus ik selecteer dit. Ik druk Ctrl-C, ik ga er langs staan en ik druk Ctrl-V. En je krijgt exact dezelfde formule opnieuw voorgeschoteld. Deze kan ik zal het even terug vergroten. Deze kan ik ook gaan aanpassen, dus ik dubbelklik. Stel dat ik nu wil hebben 1 plus x spatie over 2, dan krijg je 1 plus x over 2. Wil je dat gaan groeperen, dan kan je dat gaan gebruiken. Stel dat je zegt, dit gehele gedeelte, dit stukje, moet over 2 staan. Dan kan ik opnieuw hier de accolades gebruiken. En ik sluit de accolades en dan ga je zien 1 plus x over 2. Als je datzelfde hier zou doen, plus 2 plus x over 2, en je wilt hier de 2 plus x tussen ronde haakjes, dan kan dat. Ja, dan geef je gewoon ronde haakjes in, 2 plus x, en dan krijg je deze opmaak. Dus 1 plus x tussen de accolades geeft je geen accolades weer in je formule. Gebruik je ronde haakjes, dan worden ze wel geplaatst in de formule. Nu, dat is al een goed voorbeeld. We kunnen ook nog eens een andere formule doen. Invoegen, object, formule. En dan zouden we bijvoorbeeld in de vierkantswortel gaan, van een getal gaan berekenen, bijvoorbeeld. Dat zit niet bij relaties of verzameling, dat zit uiteraard bij functies. Hier staat vierkantswortel, hieronder een en de machtswortel, die kan je ook gaan gebruiken. Stel dat ik zeg, ik heb een vierkantswortel nodig, dan zie je hier hoe dat een vierkantswortel wordt voorgesteld. Square root. Dus je kan, vanaf nu weet je dat eigenlijk, en vanaf nu kan je square root ook gaan toepassen in je vorige formules. Dus hier kan ik eenvoudig van maken, de vierkantswortel van 3x bijvoorbeeld, en dan zie je die formule prima verschijnen.
vierkantswortel van 3x. Ik weet wat vierkantswortel is, ik zou dit ook in mijn eerste formule kunnen gaan toepassen. Ik weet dat vierkantswortel, als ik daar dubbelklik, square root is. Als je dat hier wil gaan toepassen, dan doe ik dat. Ik geef gewoon in square root. En dan krijg je dit. Je gaat altijd met de haakjes moeten werken en zeggen over welk gedeelte wil je een vierkantswortel. Dus wil je vierkantswortel van 1 over 2? Ook dat is eenvoudig te doen. Ik zet opnieuw mijn accolades. Je gaat zien dat hij vreemde tekens geeft zolang als je formule niet correct is. Ik sluit mijn ronde haakje en wat krijg je dan? De vierkantswortel van 1 over 2 plus 2 derde. Dus je ziet dat je je formules heel gelijkmatig kan gaan opbouwen. Je kan er alle kanten mee uit. Ik ga je nog één ding laten zien, bijvoorbeeld. Een matrices of een matrix. Een formule invullen. We gaan eens even kijken waar dat die juist staat. Hij zit bij de opmaak. Hier zit de matrixrangschikking. En ik ga je gewoon laten zien hoe dat de opmaak hiervan is. Je ziet matrix en opnieuw vier waarden die je kan invullen. Heel eenvoudig. Je selecteert het stukje. Ik ga nu maar iets willekeurig ingeven uiteraard. 1, 2, 3 en bijvoorbeeld 4. Zo, ik klik er langs en je ziet de matrix 1, 2, 3, 4. Nu, dit kan ik ook nog wat gaan aanpassen. Je zag hier, alle waarden worden gescheiden door een spoorteken. Als je een dubbel spoor ziet staan, wil dat zeggen dat hij naar een volgende regel gaat. Dus als ik hierachter gewoon manueel twee spoortekens ingeef, dan zou ik hier kunnen gaan verder gaan en zeggen 5 spoorteken 6. En je ziet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het is geen enkel probleem om je rij ook verder uit te bouwen. Dus als je zegt 1, spoor 2 en je zou daar zelf spoor A van bijzetten. 3, 4, dan komt er spoorteken B bij. En bij 5, 6 komt spoorteken C. Voilà, dan heb je een matrix die al helemaal aangevuld is. Wil je ook nog met subscript en superscript gaan werken? Ook dat kan. Ik ga je nu al meegeven, je kan het hier via de vergelijkingseditor doen. Maar een eenvoudige manier is werken met de underscore, het laagstreepje. Je weet dat je dat kan maken door op de shift-toets te drukken en op het streepje langs je backspace te drukken. Bijvoorbeeld, subscript 2, je krijgt het mooi in het voorbeeld. Stel dat ik bij de 2 superscript wil gaan gebruiken, dan gebruik ik niet een liggend haakje of een liggend streepje of een streepje, maar dan gebruik ik het hoedje even zoeken, dat zit op de Alt GR en de 6 toets, en dan schrijf ik hier bijvoorbeeld tot de derde macht, en dan krijg je deze opmaak, dus 2 tot de derde. Dat is perfect te maken aan de hand van de vergelijkingseditor. Nu, wat zie je een beetje? Die objecten zijn niet zo eenvoudig te plaatsen. Wat raad ik je altijd voor? Wat stel ik altijd voor? Ik ga voor mijn vergelijkingen staan. Voor mijn formules. Ik druk op Home, zodat ik op de eerste regel zit. En ik ga deze in een tabel plaatsen. Dat werkt altijd het aangenaamst. Ik zeg tabel invoegen. Tabel. En ik heb vier formules. Ja. Dus vier kolommen, twee rijen. Prima. En dan kan je zeggen, ik ga even kijken naar de verankering. Hij is als teken, gaat hij verankerd worden. Dan kan ik er zeker mee werken alsof het een normaal letterteken is. Dus ik doe Ctrl-X om hem te knippen. Ctrl-V om ze te plakken. Zo, Ctrl-X naar hier. Ctrl-V, Ctrl-X en Ctrl-V. En dan ga je zien, stel dat het opdracht 1 was. Dan kan ik die opdrachten natuurlijk ook knippen en plakken en ik maak daar snel opdracht 2, 3 en 4 van. Nu kan ik, als alles goed is, alles gaan centreren. Rechtermuisknop. Cel in het midden plaatsen en ik ga hem ook horizontaal centreren. Kan je alleen nog bijvoorbeeld de randen snel aanpassen. Dit is eigenlijk een herhaling. En we zeggen alleen de binnenste randen moeten er staan. Voilà, zo krijg je toch al een mooie opmaak van je tabel. We gaan dat even zien in het afdrukvoorbeeld. Ik zet dat op 100%. En dan ga je zien dat je formules daar mooi centraal, mooi in het midden terechtkomen. Nu, we kunnen nog eens een formule laten zien. Stel dat je de oppervlakte wil gaan berekenen van het cirkel. Dan heb je andere symbolen nodig. En dat ga ik je ook laten zien. Invoegen, object, formule. Stel dat je zegt, ik wil natuurlijk de oppervlakte van een cirkel gaan berekenen. Dat is natuurlijk pi maal straal tot de tweede. Wat ga je merken? Het getal pi
kan goed zijn dat je het hier nergens in terugvindt. Eens heel even kijken. Ik heb het anders voorbereid, dus ik ga het je laten zien. Pi staat hier nergens tussen. Wat ga je dan nodig hebben? Hier je catalogus. Vaak gebruik je dit knopje, ofwel zit je catalogus. Nu moet ik zelf even gaan kijken. Hier onder extra catalogus, daar kan je hem ook oproepen. En dan zie je een hele symbolenset. We gaan natuurlijk met de Griekse tekens eventjes werken, want als ik me niet vergis staat hier het pi-teken. Je ziet dat pi in hoofdletter staat. Maar als ik iets lager ga, dan zie je dat pi in kleine letters ook beschikbaar is. Dus je kan gewoon kiezen voor invoegen. Je ziet dat die hier al ingevoegd is. En dan kan je gaan sluiten. Dus je ziet dat we pi al hebben in onze formule staan. En dan moeten we uiteraard gewoon de straal er nog bij zetten. Maar de straal moet tot de tweede. Je weet ondertussen dat je daar het hoedje voor nodig hebt. En dan krijgen we deze formule. De oppervlakte van een cirkel A is pi maal r tot de tweede. Dus dat is vrij eenvoudig. Stel dat je dezelfde oppervlakte nog voor een cirkel nodig hebt. Dat is gelijkaardig. Voor een cilinder, of je wilt het volume van een cilinder, excuseer, berekenen, object, formule. En je zegt nu het volume gaan we willen berekenen. Je weet ondertussen dat je pi nodig hebt. Dus je zegt pi invoegen, sluiten. Je had dat ook zelf kunnen typen. Je kan het hier zelfs in hoofdletters zetten. Je gaat zien welk effect dat het heeft. Je gaat pi in hoofdletters plaatsen. Ik heb het in kleine letters nodig. De straal hadden we nodig tot de tweede. Zo. En daar komt natuurlijk nog de hoogte bij. En dan heb je de inhoud van je cilinder. Stel dat je deze formule nu groter wil krijgen. Ook hier zit je met een klein probleem. Je kan dat niet zomaar van boven in je tekenopmaak gaan veranderen. Ook hier heb je de formule editor nodig. Dus ik heb gedubbelklikt. En je moet niet gaan zoeken hier bij opmaak. Dat is niet de juiste plaats. Maar je kan wel gaan zoeken bij. Moet ik zelf eventjes kijken. Volgens mij was het attributen. Daar zitten ze. Je kan tekst in het vet gaan plaatsen. Cursief gaan plaatsen. Lettergrootte gaan wijzigen. En lettertypes gaan wijzigen. Stel dat ik nu zeg ik wil de lettergrootte gaan wijzigen, ik druk daarop en je gaat zien size komt erbij te staan. Size heeft met de grootte te maken. Je ziet hier dat de formule nog niet helemaal correct is. Dus wat gaan we doen? Stel dat we een formule nodig hebben in lettergrootte 26, dan kan je ervan maken size 26. Je ziet dat het kadertje verandert. Waarom? Hij past dat toe op dit stukje tekst. Dus als ik dat nu wegdoen, wat gaat hij nu doen? Size 26V, hij gaat alleen de V van volume in grootte 26 zetten. Stel dat je zegt, alles moet in lettergrootte 26 staan, je weet het ondertussen, dan ga je de accolades plaatsen, een accolade van voor, en je sluit met een accolade van achter, en je gaat zien, de hele formule is groter geplaatst. Dit is de manier om met formules, vergelijkingen enzovoorts binnen LibreOffice te werken.